De ziekte van Alzheimer is een progressieve, onomkeerbare hersenaandoening die de hersenen aantast, leidend tot cognitieve achteruitgang en geheugenverlies. De ziekte van Alzheimer manifesteert zich in twee primaire vormen, elk met zijn eigen kenmerken. Vroeg beginnend Alzheimer, 5 tot 10% van alle gevallen van Alzheimer. Deze vorm van Alzheimer wordt gediagnosticeerd bij individuen die typisch tussen hun 40e en 50e zijn, hoewel het ook eerder kan voorkomen. Laat beginnend Alzheimer, ofwel de normale Alzheimer, 90 tot 95% van alle gevallen van Alzheimer. Dit is de meer voorkomende vorm, die zich typisch ontwikkelt bij individuen ouder dan 65 jaar. Bij beide vormen wordt de ziekte van Alzheimer gekenmerkt door de achteruitgang van hersencellen, wat leidt tot een afname van het geheugen, de taal, het probleemoplossend vermogen en andere cognitieve functies. In de vroege stadia van de ziekte van Alzheimer kunnen mensen moeite hebben met het onthouden van recente gebeurtenissen, het kwijtraken van dingen en het worstelen met alledaagse taken. Naarmate de ziekte vordert, verslechteren de symptomen. Gezonde volwassen hersenen hebben miljarden neuronen, elk gekenmerkt door uitgebreide, vertakkende uitlopers. Deze uitlopers bevorderen de vorming van verbindingen tussen individuele neuronen, bekend als synapsen. Bij deze synapsen wordt informatie overgedragen door middel van minuscule uitbarstingen van chemicaliën, uitgestoten door één neuron en ontvangen door een ander. Dit signaleringsmechanisme vormt de basis van onze herinneringen, gedachten, gewaarwordingen, emoties, bewegingen en vaardigheden. In de context van de ziekte van Alzheimer beginnen fragmenten van beta-amyloïde eiwit abnormaal op te stapelen in klontjes tussen de neuronen. Dit noemen we beta-amyloïde plaques. Tegelijkertijd is er een ander eiwit, tau genaamd, dat zich bij de ziekte van Alzheimer vervormt tot een soort gedraaide knopen, bekend als tau tangles. We kunnen deze amyloïde plaques en tau tangles zien als obstakels die de communicatie tussen neuronen hinderen. Vanwege deze obstakels worstelen de aangetaste neuronen om goed te functioneren en uiteindelijk sterven ze af, wat leidt tot de karakteristieke symptomen van Alzheimer. De exacte redenen waarom beta-amyloïde plaques en tau tangles beginnen op te bouwen in de hersenen zijn niet volledig begrepen, maar men denkt dat de risicofactoren voor normale Alzheimer een combinatie van factoren omvatten, waaronder leeftijd. Het risico op het ontwikkelen van de normale Alzheimer neemt toe met de leeftijd. De prevalentie van de ziekte van Alzheimer is meer dan 10 keer hoger bij mensen van 85 jaar en ouder dan bij mensen van 65 jaar. Echter, een hogere leeftijd alleen is niet voldoende om Alzheimer te veroorzaken. Genetische factoren. Sommige genetische mutaties verhogen het risico op het ontwikkelen van de aandoening. Deze mutaties kunnen invloed hebben op de productie en opruiming van beta-amyloïde eiwit en het gedrag van tau-eiwitten. De meest bekende genetische risicofactor voor de normale vorm van Alzheimer is de aanwezigheid van het gen ApoE. Het gen ApoE draagt instructies voor het maken van een eiwit dat cholesterol in het bloed transporteert. Ieder persoon erft vanuit deze drie versies van het ApoE-gen: E2, E3 en E4. Het hebben van één kopie van het E4-allel verhoogt het risico op het ontwikkelen van de normale vorm van Alzheimer met ongeveer 3 keer. Diegenen die 2 kopieën van dit allel erven, hebben een nog groter risico, geschat op een 8- tot 12-voudig risico. Het garandeert echter niet dat je Alzheimer krijgt. Het blijven kansen, het is geen zekerheid. Aan de andere kant kan het hebben van de E2-versie je risico verlagen in vergelijking met het hebben van de E3-versie. Men gelooft dat de E3-versie een neutraal effect heeft op het risico van Alzheimer. Een familiegeschiedenis van Alzheimer is geen voorwaarde voor een individu om vatbaar te zijn voor de ziekte. Echter, het hebben van een ouder of broer of zus, ofwel een eerstegraads familielid, met Alzheimer verhoogt het risico op het ontwikkelen van de ziekte, onafhankelijk van bekende genetische factoren. Er is geen bekende genezing voor de ziekte van Alzheimer, aangezien het verlies van hersencellen onomkeerbaar is. Er zijn wel therapeutische interventies die de kwaliteit van leven van patiënten kunnen verbeteren en helpen bij het beheer van dementie, waaronder medicijnen die gericht zijn op het vertragen van de progressie van de ziekte en ook effect hebben op de neuropsychiatrische symptomen van de aandoening. Cognitieve revalidatie, een aanpak, vooral in de vroege stadia van de ziekte, door middel van oefeningen gericht op het trainen van geheugen,
aandacht en andere cognitieve functies. Gedragstherapie, gericht op het helpen beheren van gedragsproblemen, zoals agitatie, agressie en dwalen. Lichamelijke oefening, gericht op het optimaliseren van de lichamelijke conditie, met een impact op de ziekte zelf en de vermindering van het risico op vallen. Sociale interactie. Sociaal betrokken blijven kan helpen stress te verminderen en cognitieve functies te verbeteren. En een gezond dieet. Een dieet rijk aan fruit, groenten en volkoren producten kan helpen de algehele gezondheid en welzijn te ondersteunen. We hopen dat deze video heeft geholpen en we horen graag van je als je vragen hebt.